Hoi, wat leuk dat je weer kijkt bij de derde aflevering. En deze derde aflevering is wel een speciale aflevering, want zoals je ziet, het is bijna kerst. We moeten het allemaal thuis vieren, dus wat is dan leuker om lekker uitgebreid een kerstdiner te houden. Vandaar dat er deze keer niet één, niet twee, maar drie filmpjes online komen met een voor, een hoofd en een nagerecht. Ik heb een volle tas met ingrediënten, dus we kunnen aan de gang. Dit filmpje gaat over het hoofdgerecht. Dat is stoofvlees met Belgisch bier. Als je nou het voor- of het nagerecht wil zien, dan moet je even de andere filmpjes kijken. Stoofvlees met Belgisch bier is vrij simpel. Aan het begin kost het wat werk en daarna moet het vooral heel lang pruttelen. Ik denk in totaal een uur of vijf. Dus dit is ideaal, want dan ben jij de keuken uit en dan kan de rest van je huis de rest van het diner voorbereiden. Oké, wat heb je nodig voor het stoofvlees? Nou, vlees. Ik gebruik altijd Riblab. Dan het bier en bouillon waar je het in gaat stoven. Ik gebruik Brugse Sot dubbel. Dan qua smaakmakers wat erin gaat is ui, knoflook, kruidnagel, laurier, tijm, appelstroop en zout en peper. En dan nog wortels en bleekselderij. En ik ga het serveren met aardappelbree en wortels, dus dat heb ik er ook bij. En verder dan nog boter om in te bakken en bloem. Heb je ook een heel klein beetje van nodig om het vlees goed aan te kunnen bakken. Dus that's it! Oké, als allereerst ga ik het vlees in stukken snijden en dat met zout en peper en een beetje bloem in een kom mengen. Dat zorgt ervoor dat het vlees goed op smaak komt, maar ook dat door de bloem het vocht uit het vlees getrokken wordt. En dit zorgt ervoor dat je straks als je het vlees gaat aanbakken, het een goed bruin laagje krijgt. En dat zorgt voor heel veel smaak in je stoofvlees. Het mag gewoon in stukken van ongeveer 4 bij 4 centimeter. 2 bij 2, 4 bij 4, zoiets. Hier doe ik zout erbij. En peper. En een heel klein beetje bloem. Ik denk een paar eetlepels. En dit meng je nu even goed. Elk stukje vlees moet bedekt zijn met een klein beetje bloem. En dit laat je nu even zo staan. Het vlees staat hier nu een minuutje of 10. En dat geeft ons mooi de gelegenheid om de uien, de wortelen, de bleekselderij en de knoflook te snijden. Oké, ik heb de pan aangezet. Doe er een klontje boter bij en dan gaan we zo eerst het vlees even aanbraden. En dat doen we waarschijnlijk in meerdere stukken, omdat het niet in één keer in de pan past. En anders heb je de kans dat het vlees meer gaat koken dan dat het echt aan gaat braden. Ik roer het vlees niet, want zo kan het eerst aan één kant goed bruin worden. Dan keer ik het één keer om en dan haal ik het meteen uit de pan. Ik had er nieuwe boter in. En dan doe ik de rest van het vlees. Oké, al het vlees is uit de pan. Ik heb het vuur op laag gezet. Het hoeft echt niet allemaal perfect gebakken te zijn. Maar je bent op zoek naar van die lekkere bruine korstjes. Je ziet ook heel veel restjes in de pan zitten. Dat is ook helemaal niet erg. Dat is juist hetgene wat je stoofvlees zo meteen smaak gaat geven. En hierin gaan we dus nu al onze groenten bakken. De groenten die bak je een minuutje of 3 of 5 totdat ze goed glazig worden en een beetje garen. En dan gaat het vlees er weer bij en gaan we het stoven. De groenten zien er goed uit. En nou kan het vlees er weer terug bij in. Nou, hier gaan de kruiden bij. En het bier. De appelstroop kan er ook bij. En het bouillonblokje en een klein beetje water. Dit laat je nu op een heel laag vuurtje voor een uur of 4-5 sudderen. Controleer het af en toe, roer het af en toe even goed door. En je wil niet dat het vlees droog komt te staan, want dan wordt het taai. Je moet echt in het vocht sudderen. Het stoofvlees serveer ik met wortelen en aardappelpuree. En de wortelen ga ik opbakken in een pan en dan op die manier glaceren. De wortelen ga ik eventjes halveren.
Ik heb een pan op het vuur en daar doe ik nou een compote erbij. Dan kunnen de wortelen ook in de pan. De aardappelpuree die haal ik gewoon uit een zakje. Ik ga dat verder ook niet laten zien hoe dat moet, want dat staat gewoon op de doos. En dat is ook wat ik doe, dus ja. Als die wortels er ongeveer zo uitzien, dan doe je er nog een klontje boter bij. En een beetje water. Dan nog een klein beetje appelstroop. Dan zet ik het vuur zacht, de deksel erop en dan gaat het zo bakken, ja, totdat de wortels gaar zijn. Je kan testen of de wortels gaar zijn door gewoon een vork erin te prikken. En als je niet heel veel weerstand meer krijgt, dan weet je dat ze goed zijn. Doordat er appelstroop bij het vocht voor de wortels zit, zie je dat het al vrij snel gaat karamelliseren. Als dat nou gebeurt, maar je wortels zijn nog niet gaar, gooi er dan gewoon weer wat meer water bij en laat het dan weer met de deksel erop staan. Maar in mijn geval zijn nu de wortels klaar. Als het stoofvlees er ongeveer zo uitziet en het vlees begint uit elkaar te vallen en de saus begint in te dikken en het wordt zeg maar één substantie, dan weet je dat het klaar is. Dan is het vlees goed mals en dan kan het vuur uit. Nou, wij gaan lekker eten. Mocht je nou benieuwd zijn naar een van de andere twee gerechten, kijk dan vooral even de andere twee filmpjes. En dan bij deze nog een hele fijne kerst toegewenst. Doei!